Met onze verfijnde technieken halen we deze uitlaat weer los. Oh, daar gaat hij. Want dit is bonus content, hè? Is die lekker warm? Ja, lekker warm. Ik ben een beetje bang met mijn blote handjes. Ik doe het hier. Oh, dat is wel lekker. Ja, lekker, hè? Ja. Daar is die wel. Ja. Hallo? Hallo? Ja, ik hoor hem. Oh, mooi, mooi. Als je nog geen bereik hebt, hè? Ja. Dan kun je beter horen. Het gebruik is onderzeeërs, hè? Als je je telefoon moet opladen, dan doe je een lightning kabeltje weer erin. Ja. En als het dan regent en bliksemt, dan hou je hem ook omhoog. Dat kan ik zo, hè? Deze gebruiken ze ook van die duikboot. Ja. Ik kan zo naar de buren kijken. Hallo, buurman. Nee, we hebben een mooie content vandaag. Ja. Want veel mensen die vragen zich af, hoe werkt het eigenlijk met de demper in deze uitlaat, zie je? Ja. Hoe komt hij erin? Hoe komt hij erin? Er is maar één manier om te weten hoe iets erin gaat. Dat is door het eruit te halen. Ja. Want het schoentje voelt heel warm. Ja. Word ik een beetje plakkerig. Ja. Ja. Hier zie je een lasnaald. Nou, dat betekent dat dit deel en dit deel ooit twee verschillende delen waren. Oh. En wat nou, Rutger, als we hier, als we van dit ene geheel weer twee verschillende delen maken. Klinkt als een plan. Misschien kan die demper dan ook eruit. Hebben we drie delen. Ja. We een keer drie keer uitlaat. Een soort van. Ja. Nou, laten we de slijpmachine pakken. Ja, gaan we doen. Boah. Hey Jacco. Hè? Hè? Jongens, denk altijd aan je ogen. Je krijgt er maar één keer twee. En naar je oren, daar krijg je ook maar één keer twee van. Wat? We hebben hier een mooie Parkside sluiptol op accu van de Lidl. Of van de Lidl. Ja. Kijk of hij deze uitlaat door midden kan zagen. Ben je er klaar voor? Zeker. Je weet niet wat aan de binnenkant zit, jongens. We gaan erachter komen. Voor zover, de sluiptol van de Lidl. Is de accu leeg? Nog een keer. Nou, een kwart is gedaan. Nog drie kwart te gaan. Best recht eigenlijk. Ja, best netjes. Van de waarheid. Dit is hem. Daar gaan we. Zo. En wat treffen we hier aan? Ja, dit is het onderste gedeelte van de periscoop. Ja, dat is de flans. Dit is de silencer. De silencer. De silencer. Oh, met zo'n tuutje. Dit is maar een klein tuutje. Toch maakt dit voor mij ook nog een mysterie hoe ze dit dan allemaal erin doen. Ja. Eigenlijk zou ik hem nog verder moeten openslijpen. Ja, dat kan wel als je wil. Ja, nou, zeg maar. Ik bedoel, we gaan dit zo meteen weggeven, hè? Ja. Want we willen ook alweer dat het in elkaar kan komen. Ja, misschien. Wij kunnen niet lassen. Nee. Maar dit gaat zo meteen. Dus als je kan lassen en je wilt graag deze uitlaat. Ja. Want we hebben wel geprobeerd om een beetje rechtstuur te doen zo. Dan kun je hem natuurlijk weer aan elkaar lassen. Ja. Of niet, wat je wil. Je kan hem ook gewoon gebruiken als... Wist je dat ze... Dat heb ik dus gisteren... Kijk, op de motorkap! Wacht, kijk eens! Dat is toch vet! Ja, wat wil je zeggen? Nou, wist je dat de Titanic en dat soort boten gebruikten deze dingen om verse lucht naar binnen te krijgen?
En dan deze moest je zeg maar in de kant, in de richting van de wind draaien. Oh. En dan kwam de wind zo naar binnen. Nice. Dus daar zijn deze dingen voor. En had je tocht. Ja. Had je wel lekker frisse lucht onderop, I guess. Ja. En deze kun je dan gebruiken voor als je iets wil vertellen. Dames en heren. Dames en heren. Of als je te stoer bent voor een damper. Oh, deze los op de huid. Ja, daar zou ik dus ook aan te denken. Dat gaan we proberen zo meteen. Ja. Ja. Gaan we eerst nog een stukje los zagen? Of nee, dan kunnen mensen hem nog in elkaar zetten. Ja. Ik denk als we hem hierdoor zagen, dat we ook echt de volledige damper, wat er ook in zit, doorzagen. Ja, zo is het goed. Ja. Zo is het goed. Dit kun je nog gebruiken. Ja. Leggen we even hier neer. En mocht jij hem nou later winnen, dan mag je hem altijd zelf nog open zagen. Dat is ook een optie. Ja, dat klopt. Ja. We gaan het even schoonmaken, want dat hoef ik niet in mijn thermos te hebben. Daar hebben we, maar ik ben spontaan vergeten hoe die vast moet. Jij ook? Ja, ik ook. Misschien dat hij zo moet. Oh ja, dat ziet er wel logisch uit, ja. Als je de logica van de Titanic volgt, hè? Ja. Ja, die is uiteindelijk ook gezonken. Ja. Dat kan wel, moet je gewoon niet sturen. Nee. Ja, hij past sowieso lekker. Zo, dat is hem. Nu alleen nog even mondjes erop. Wat gaan we nu doen? Wat heerlijk maf. Oeh, een vogeltje. Dat is niet zo goed voor je gehoor. Maar het is wel praktisch. Weet je wel dat je in de Verenigde Staten van die auto's hebt die alleen maar naar rechts kunnen rijden? Volgens mij zijn dat de postbode-auto's. Nee, is dat niet NASCAR? Ook ja, die kunnen alleen naar links of rechts, weet ik niet. Links denk ik, Volgens mij gaan de postbodes daar ook altijd alleen maar één kant op. Ja. Dit ook, weet je wel. Deze kan ook alleen maar naar links. Nou ja, super praktisch. Maar ook wel rechtdoor, dat is belangrijk. Rechtdoor. Ja. Nog veel hoor. Ja, zeker. Dat was het voor deze video, mensen. Ik hoop dat jullie het een mooie creatie vonden. Je hebt geleerd wat er in de damper zit. Je hebt ook dit wonderlijk idee gezien. Wat moeten de mensen thuis doen? Abonneren. Als dit ook niet een abonnee waard is. En een duimpje. Doen. Laat een berichtje achter in de comments. Ja. En als je deze set van uitlaten, oftewel deze uitlaat die er meerdere gezaagd is, wil winnen, moet je wel kunnen lassen. En als je hem gewonnen hebt, moet je een foto sturen dat hij aan elkaar gelast zit. En als je echt niet kan lassen, mag je hem ook doormidden zagen. We willen wel bewijs. Ja, we willen wel iets van bewijs hebben. Ja, en je moet er echt iets leuks mee doen. Ja, en hoe gaan we de winnaars doen, Rutger? Dus je moet een comment achterlaten. Ja. En wij gaan over een tijdje een video maken. En dan gaan we de comment laten zien. En dan gaan we ook zorgen dat we die commenter contacteren. Ja, dus om mee te doen moet je een berichtje achterlaten onder een reactie. Dat je hem wil winnen. Ja. En waarom. En, dat je, en als je, ja, wat je van de video vond. Als je kan zeggen, ik vond het heel zonde. Dat kan nog steeds. Dat kan nog steeds. Als je, ik vond het heel zonde en ik wil hem graag winnen. Ja, dan kan dat ook nog, hè? Dan kun je nog winnen. Tot in de volgende. Tot in de volgende. Doei.